Mensen om je heen die krijgen het wel mee en die gaan dan uh, onbewust gaan ze daarin mee. En uh, dat is het enige wat mij een beetje irriteert. Eigenlijk. Ik heb ook uh, veel gesproken met uh, mensen om me heen en uh, ja, mijn vader ook. En ja, daaruit zijn we, uh, ja, zijn we gekomen dat ik uh, vaker op goal moet schieten. En ik dacht, ja, dan begin ik vandaag. Het is toch een Europese avond en dat brengt wel ja, een soort druk. En ja, Niet echt druk, maar het, het is een beter sfeertje of zo. En je kan jezelf beter opladen. En vandaar denk ik ook dat we, ja, dat we het nog beter doen aan de competitie. Maar uh, dat kan geen excuus zijn dat het een Europese avond is. En deze lijn moeten we ook doortrekken in de competitie. Nou, nu uh, heb je die zegen en nu ligt de pool ook helemaal open. En is, is overwintering dan ook gewoon realistisch? En moet dat het doel zijn? Ja, het is, het is zeker een doel. En uh, realistisch ja, is het ook wel, denk ik. Want die staat er goed voor. En uh, ja, we hebben nog drie wedstrijden en uh, kan nog van alles gebeuren, maar we hebben vertrouwen in onszelf. Je kreeg natuurlijk vrij veel kritiek hè, de afgelopen weken op, op het spel, op het uitblijven van, uh, van goals. Wat deed dat met jou? Ik zeg niet veel. Ik, uh, ja, ik weet uh, wat, ik, wat ik zelf kan en ik heb uh, vertrouwen in mezelf. En ja, gewoon uh, met mensen om me heen te praten en te communiceren en ja, wedstrijden te analyseren. Dan, zo probeerde ik zeg maar, uh, ja, weer in, de, in een goede vorm te komen en uh, ik hoop dat ik uh, nu ben begonnen. En, ja, voor de rest doet kritiek eigenlijk uh, vrij weinig. Ja. Net op tv zei je van: uh, het is een beetje een naarwereldje. Het is niet echt mijn wereldje, waarin We je kritiek krijgt. Wat, wat bedoelde je daar precies mee? Het? Je had het over een naarwereldje net op televisie. Ja, iedereen uh, kan uh, zeggen wat hij wil natuurlijk. Ja, en, uh, ja dat, heb jij, dat moet jij accepteren. En, <laughs> ja, voor de rest kan je er niks aan doen. Dus dat vind ik een beetje. Uh, je moet gewoon laten zien op het veld natuurlijk. Ja. Maar, uh, dat is het enige wat je kan doen. Moet je daar niet gewoon veel meer lak aan hebben dan? Je noemt het een naarwereldje, maar je hoort er ook bij toch? Ja, dat heb ik ook gezegd hoor. Ja, ja het hoort erbij. En ik, ja, het doet me eigenlijk vrij. Het doet me niks. Maar natuurlijk, mensen om je heen die krijgen het wel mee. En die gaan dan uh, onbewust gaan ze daarin mee. En uh, dat is het enige wat mij een beetje irriteert eigenlijk.